Normaal zo, je trapt de rem in en dan kun je hem uit de P halen. En dat lukt niet. Ik ben nu in het zonovergoten Deernekamp aan de Duitse grens op een camping. Ja, en naast mij staat iemand. Wie staat er naast mij? Ruurt, je hebt gewoon een bijzondere bus hier zo. Ja, en die bus die staat helemaal stil. Die staat stil. Wat denk je wat er aan de hand is, Ruurt? Nou, ik denk dat de accu leeg is. Nou, accu leeg, dat moet ik nog kunnen. Ik ga de startkabels er eens even opzetten en dan gaat Ruurt hem even starten. Startkabels erbij. Nou ja, je weet natuurlijk allemaal bij zo'n oude T2 zit achterin. Dus ik ga de startkabels even aansluiten. Ruurt, wil jij hem even, gaan starten? Ja, oké. Okay. Precies op de accu. Ja. Ja. Kijk, dit geluid moeten we horen. Hij doet het weer. En ik zou zeggen, op naar de volgende. Topje. Nou, dan kunnen we weer verder. Ik ben alweer bij het volgende incident. En de zon schijnt hier mooi. En ik sta hier bij. Ja, bij wie sta ik nu? Bij Ben Elschot. Ben, mag ik meneer Elschot of mag ik Ben zeggen? Ik mag gewoon Ben zeggen. Ik mag Ben zeggen. En volgens mij, u bent de dochter, denk ik. Ik ben de dochter, Nicole. Kijk, Nicole. Mag ik Nicole zeggen? Jazeker. Kijk, ik mag gewoon Jan zeggen en Annie, dus het komt helemaal goed vandaag. Nee, mooi. Sta je bij echt wel, ja, ik vind een hele mooie auto nog. Een Opel Omega. Even voor de kijkers thuis. Dit is de laatste Opel, achterwiel aangedreven Opel, die ooit gebouwd is eigenlijk, de Opel. Daarna zijn ze echt... Naar deze rij overgegaan op voorwielaandrijving. Maar goed, dat terzijde. We gaan eens even kijken wat de auto eigenlijk heeft. Ben, wat is het probleem met de auto? Ja, ik wilde dit een aanhanger plaatsen. Ja. En die had ik achtergezet. Ja. Aangesloten met elektrische kabels en toestanden. Kijk. En toen op een gegeven moment toen wilde ik starten en toen wou die niet. Hij wou niet. Of hij wil eigenlijk niet. U kon hem, het is een automaat, moet ik even zeggen. Het is een automaat. Ja, en u kon hem niet uit de P krijgen. Ik kon hem niet uit de P krijgen. Gaan we daar eens even naar kijken. Ja. In de auto, sleutel erbij. Ik zet hem op contact. Kan hem zelf starten, maar dat hoeft niet. Normaal is zo, je trapt de rem in en dan kun je hem uit de P halen. En dat lukt niet. Waarom kan ik die automaat selectiehendel, de keuzehendel, nou niet uit de P krijgen? Terwijl ik wel de rem intrap. Nou, meneer gaf het al aan, hij heeft de aanhanger erachter gezet. En de aanhanger, als je dan de stekker erin doet, op de goede manier, ja, dan moet alles goed werken. Maar, ik laat jullie even wat zien. De stekker, die ziet er een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen... Net als de aanhanger, de fabrieksgarantie is er vanaf. En waarschijnlijk heeft meneer hem er nu op de kop ingedrukt. Dus eens even kijken of de verlichting van de auto wel brandt. Ben zit in de auto. Ben, zou je eens een keer op de rem willen trappen? Nou, er gebeurt weinig hier. Ah, nu ga ik even naar de zekeringen kijken. De zekeringkast zit heel mooi. Weer een dashboardkastje achter een klepje hier. En... Ja, nu weer hetzelfde als laatst bij de Ford Ka. Welke zekering is nou wat? Nou, het staat heel mooi hier op wat het is. En dus even kijken welke zekering van de remlichten zijn. Zo, spanningzoeker erbij. En ik begin onderaan te meten, want ik kan niet duidelijk vinden wat is. Kijk, die brand, die kan brand, dus die zekering is heel. Hier zit niks. En die, hier is heet. Ah, ik heb hier een zekeringstuk. Kijk aan. 15 ampère. Heel mooi. Deze jongen, ja, die is inderdaad een stuk als je er doorheen kijkt. Daar ga ik eens even een nieuwe voor halen. Er zit dus een magneet voor de, voor de pook als het ware, voor de selectiehendel. En die magneet, die wordt, is een elektromagneet. Op het moment dat je de rem intrapt, komt er stroom op te staan. En dan gaat hij dus, dan kun je hem uit de versnelling halen. Ja, en als dat niet werkt, dan blijft hij geblokkeerd. Een nieuwe zekering. Ja, het is niet spannend, ik weet het. Die doen we erin. En als het goed is, gaat hij het weer doen. Zekering vervangen. Auto staat nu op contact. Ik trap de rem in. En ik hoor hier al geluid.
En nu kan ik bij de rem intrappen. Kijk. Ah, ik kan hem weer bedienen. Dus dat is mooi. En als het goed is, heb ik ook weer remlichten. Trapt u maar een keer weer op de rem. Ja, en een keer weer los. Kijk eens. Nou, en de dochter had natuurlijk even gegoogeld. En wat zei dokter Google? Dus jij hebt verstand van auto's. You got a move. Dat het waarschijnlijk te maken had met de remlichten. Ja. En we hadden zelf al het idee dat er misschien de zekering kapot was. Nou, ik zou zeggen, jij kunt zo bij de ANWB gaan werken. Nu heb jij verstand van auto's. Dus, nou laat ik nog even zien hoe de stekker er wel in moet. Ja, en dan gaan we weer verder. Hier heb je dus die stekker. Je kunt zien, hier ontbreekt een stukje plastic. Het mooiste is natuurlijk een nieuwe stekker. En hier heb je wel de inham die hoort. De inham moet altijd naar beneden wijzen. Dus, als je dus hier, kijk, je stekker hebt. Dit moet naar beneden, dan moet hij er eigenlijk zo in. Dan gaan we nu eens even proberen. Stekker, naar de onderzijde. Doe hem open. En zo moet hij erin. Voilà. Nou, ik zou zeggen, wat vonden jullie ervan? Ja, prima. Was het duidelijk genoeg? Het was heel duidelijk. Het was uitstekend in orde. Hartstikke mooi. Nou, dan bedank ik jullie natuurlijk weer voor het kijken. En volg mij en mijn collega's op onze welbekende kanalen. En ik zou zeggen, we gaan zwaaien. Nou, toppie. Tot ziens. En tot de volgende keer, jongens en meisjes. Bedankt voor de goede service. Tot ziens. Dag.